Gezellige knus Nerd Alert hier op het Museumplein in Amsterdam. Ik heb er, ja. Hey, Stopbordjes. Stopbordjes, geen 3D-object. We zijn namelijk nog een beetje aan het uitvinden wat het verschil is tussen de skill dingen. Als je hem groot skillt, dan kan je blijkbaar ook op grote afstand het 3D-object bekijken. En haal je de skill 0, dan moet je dus blijkbaar heel dichtbij gaan staan binnen een range van 20 meter. Kijk. We zien hier op een relative alt van, ja dat is technische taal, zien wij een schorpioentje op de grond liggen. Nou, dat is hartstikke interessant. Volgens dat ding is die 10 meter verwijderd, maar ik denk dat ik hem even ga schoppen. Nou ja, toch leuk. Oh, there we go. Goed. Kijk, hij doet. Want als ik hem als op zijn buik schrijf. En meneer? Nou, kijk. Kijk eens. Ik weet niet of je kunt zien, het is een beetje donker. Want we staan nu zeg maar in de Grand Canyon. Hier, kijk jongens. Grand Canyon om je heen, zie je dat? Schip in 3D neergezet. Alleen op 14 meter, vanaf 14 meter kregen we hem mooi te zien. Alleen was de straal van 5 meter eromheen lopen niet helemaal rendabel. Mag je er denk toch wel een beetje of 10 van maken. Dan wil je echt aan de achterkant komen van het 3D model. Breed bij jou lukt het graf. Ja, oké. Meteen even reclame maken. Ja, natuurlijk. Als je toch voor de Eiffel gaat. Nou, het is wel interessant om te zien, zeg maar, verschillen. Weet je wat, dus, het is een Motorola. Ja. Het netwerk schijnt weg te vallen of zo. Worden aangevallen, want kijk eens wat we daar hebben. Dit is een alien attack. Daar. Kijk, daar is die. Space Invaders, real time. Copyright aan daar. Maar we gaan even bekijken hoe die eruit ziet. Wordt die groter of niet? Oh, ah. Daar is die. Oei. Zo. 9 meter, nou. Nu is even wel. Oh, daar is hij. Eens kijken, zie je wat plaatjes aan de binnenkant van de laserstraal. Oké. Okay. Dat hebben we nog niet meegemaakt met de iPhone. Dat is wel een hele bijzondere ervaring eigenlijk zo. Iedereen die een UFO wil zien binnen het Museumplein, moet de user ID 4655 en de development key komt KYD32WGF. Nou, dat lijkt me simpel genoeg. Ja, dankjewel. Uiteindelijk dan moet het toch ook gegeten worden.